wel zijn van een noob. Ik hoop dat hij thuis is. Hallo, is er iemand? Hallo? Hallo, ik hoor het dubbel. Hey, hallo. Noob, ben je thuis? Ja, ik ben thuis. Kom maar binnen. Noob, waar is de rest van je huis? Dit is mijn restaurant. Dit is boven hier. Kijk, dit is, dit is de super één blokhuis. Het is een één blokhuis. Ja. Heb je nou hier je bed? Ja, hier slaap ik. En, je hebt letterlijk een half huis gemaakt, Noob. Zo maak je toch geen huis? Hij is ook helemaal van dirt. Ja, maar je hebt toch alleen een bed nodig en hier wat kistjes voor dicht. Ja, maar Noob, wat nou? Al komt er een zombie langs. Nou, dan heeft hij pech, want dan ga ik gewoon snel naar boven. En hij kan toch de ladder niet op, denk ik. Noob, je weet toch wel dat als skeletten langskomen, creepers langskomen of wat dan ook, ze je zo kunnen pakken? Oh, wel? Oh, nee, dat wist ik niet. Maar je moet een huis ook helemaal... Oh, weet je, het zal ook allemaal wel. Noob, ik kom hier vandaag voor iets. Kun je even naar beneden komen? Oké, Wat, Noob, niet zo. Ik dacht dat je gewoon de ladder ging gebruiken. Ja, dat was eigenlijk ook natuurlijk, maar zo ben je veel sneller. Ja, oké. Ja, daar zeg je me ook wat. Noob, ik heb een vraagje. Nou ja, het is mijn voorstel. Ja? Ik ben heel erg benieuwd naar of jij meer diamonds kan vinden dan ik. Eigenlijk ben ik er gewoon benieuwd naar wie er zou winnen in een diamantzoekwedstrijd. Diamantzoekwedstrijd? Ja, dat denk ik wel dat ik... Ik denk dat ik dat wel ga winnen, hoor. Want ik ben supergoed in zoeken. Kijk, hier is Noob, een je weet nog niet eens hoe je een huis fatsoenlijk maakt. Dan vind je dit geen fatsoenlijk huis? Nee. Oh. Waarom heb je een deur als de rest van het huis open is? Waarom ben ik überhaupt in die deur gekomen? Ja, dat is handig, want ja, dan kan hij wel dicht, zie je? Ja, maar Noob, dit heeft toch geen nut? Nou, meningen verschillen. En mij, ik vind het heel mooi zo. En wel, nut. Ja, ik ga gewoon boven zitten en dan ben ik daar ook veilig, hoor. Dit is echt het meest maffe huis wat ik ooit heb gezien. Maar Noob, ik heb wat voor je. Als we diamanten gaan zoeken, hebben we natuurlijk wel wat spulletjes nodig. Het kan namelijk best wel gevaarlijk zijn hierbij. Buiten, hè? Ja, dat klopt. Het is hier ook wel heel gevaarlijk. Die schaap die heeft mij gebeten. Waarom heeft het schaapje geprobeerd hem te aaien? Ja. Noob, je moet eerst vragen of het schaap dat wil en of hij dat lukt. Hallo, schaap, mag je aaien? Kijk, zie, hij loopt gewoon weg van mij. Ja, dus dan moet je hem niet aaien. Dan bijt hij. Dus het is wel heel gevaarlijk hier, hoor. Oké, het zal ook allemaal wel. Noob, wat ik je wou vertellen is dat ik wat spulletjes voor je mee heb genomen om de diamanten te zoeken. Want het kan best wel gevaarlijk zijn. Het kan ook best wel moeilijk zijn. Heb je überhaupt ooit een keer een diamant gevonden? Ik heb wel eens één diamant gevonden, maar ik kon die niet weghakken met mijn houten pickaxe. Noob, je moet dat ook niet doen met een houten pickaxe. Hier, ik heb een nieuwe pickaxe voor je. Dit is een iron pickaxe en er zitten wat lampjes bij. Oké, dan kan ik wel goed denk ik de grot in. Ja, lampjes, die heb je nodig, toch? Heb je zeer zeker nodig. Ik zou misschien ook wel wat hout meenemen als ik jou was. Noob, ik wens je heel veel succes met het zoeken. Naar diamonds. Doei. Doei. De noob is me er ook eentje. Ik denk dat hij nooit diamanten gaat vinden zo. Oh, eens even. Daar is echt een mega cave. Dat zou geweldig zijn. Misschien dat ik daar nu al wel diamanten in kan vinden. Weet je wat? Laten we nog niet die cave ingaan. Misschien dat ik eerst wat andere dingen nodig heb. Zoals wat hout. Je moet namelijk altijd als je de mine ingaat. Gaat hout meenemen. Het is namelijk iets wat je best wel kan gebruiken. Stel, je moet ergens een crafting table voor maken. We kunnen ook een andere manier vinden om diamanten te zoeken. We zouden bijvoorbeeld diamanten kunnen vinden met een schatkaart. Ik heb een appel gekregen. Dat is lekker. Waar kan je nog meer diamanten vinden? Misschien in een desert tempel? En ik denk niet op deze besneeuwde berg. We zitten hier echt tussen heel veel bergen. Het is echt één groot niemandsland hier zo. Nou ja, oké. Niet helemaal niemandsland. Er zijn best wel veel dieren. Oh, eens even. Daar ligt... Is Noob nou dood? Dat zal ook allemaal wel. Ik zie hier lava liggen, maar dat hoeft niet gelijk te betekenen dat daar diamanten liggen. Diamanten moeten veel en veel lager liggen. Waar kan ik hier ooit een goede cave... Ho, eens even. Er is hier een dorp. Misschien dat daar wel diamanten liggen. Of een schatkaart. Of diamanten. Ja, oké. Laten we gewoon hopen dat er diamanten liggen. Misschien dat een villager ook wel wat wil traden. Ik weet dat er wel een manier zou moeten zijn om zo aan diamanten te komen. Ik hoop dat er hier nog nooit iemand is geweest alleen. Hallo, is er iemand? Helemaal niemand. We moeten een speciaal huisje vinden. Het huisje met een beetje lava erbij. Dat is namelijk het huis van de blacksmith. En oh, er is hier ook een iron golem. En een mega cave. Wow, deze is echt huge. Hier moeten we wel wat in kunnen vinden, toch? Oké, ik vind hem wel een beetje eng, denk ik. Misschien dat ik ook wat extra kool mee kan nemen. Wow, deze pickaxe is snel. Er zit namelijk efficiency 5 op en mending en een breaking. Ik ga hier nooit een blacksmith vinden. Er loopt er ook zoveel water. Ik denk dat ik gewoon deze cave in moet duiken. Dat is mijn beste manier om aan spullen te komen. Wow. Dit is echt de diepste cave die ik ooit heb gezien. Oké.
Alex, die weet toch niet dat ik echt een hele goede diamondzoeker ben. Maar hier is ook dirt is hier heel veel. Kijk, dus een hele grote dirtberg. En daar is al een grot. En ik weet dat er diamanten in grotten zitten. Dus daar gaan we heen. Hè? Of niet? Hier naar beneden. Oeh, ik moet niet springen. Want anders dan doet dat pijn aan de voeten. Kijk dan hoeveel lava daar uit die berg komt, jongens. Oh, dat is toch niet normaal? Een hele grote lava vulkaan is hier. Maar ik ga daar de grot in, want daar moet ik natuurlijk heen om diamanten te zoeken. En als ik een diamant heb gevonden, dan heb ik gewonnen. En dan zal niemand mij meer een noob noemen. Maar misschien wel, want ik heet gewoon de noob eigenlijk. En dan, maar dan ben ik het niet meer, zie je? Kijk, hier is allemaal dit. Maar zie je, hier is al een hele donkere grot naar beneden. Dus, en hier is ook nog een grot naar beneden. Ik denk dat dit de plek is voor de diamant. Hier voel ik aan mijn wateren. Oh, nee, hallo. Oh, nee, dit was helemaal niet handig. Oh, domme noep. Oké, nog een keer. Ah, ik word hier... Au, ik word hier gewoon weer wakker. Dat is wel handig. Oké, niet daar naar beneden springen. Want dat is niet slim, want daar ga je vanaf. Daar ga je vanaf, jongens. Dus je moet wel in de grot moet je goed zoeken. En goed zoeken, de diamanten, dan gaat het wel lukken. Oké, nog een keer. Poging nummer 2. Even kijken, waar was de grot nou? Waar was de grot nou? Ik weet niet meer waar die is. We gaan helemaal naar boven, want hier was die ergens. Dat weet ik zeker. Even kijken. Oh ja, hier. Kijk, hier is nog een grot. Kijk, hier is het. Kijk, hier val ik niet zo hard naar beneden. Au! Oh, misschien wel. Oké, vakkeltje. Kijk, hier moet ik wel oppassen. Niet helemaal naar beneden vallen. Noep. Oké, nee. Dit gaat goed. Oké, nog eentje. Hop. Kijk eens hoe groot deze grot is. Hallo, ik kom hier naar... Ik kan hier naar beneden zo. Oh, wauw. Dit is echt een goede pickaxe. Kijk dan hoe snel die gaat. Zo snel gaan we... Au, nee. Dit loopt dood. Dat is niet handig. We gaan hier niet verder de grot in. Dan gaan we naar, aan de andere kant, want die ging verder naar beneden. Zie je wel? Ik ben zo slim. Slim. Oh, hier gaat weer naar boven. Nee, die kant moet ik niet op. Dadelijk raak ik verdwaald in de grotten, jongens. En dan kom ik nooit meer thuis in mijn 1-blokshuis. Of mijn 2-blokshuis van terug. Hier erin. Oh nee, hier kwam ik net vandaan. Gaan we hier naar boven, ja. Oké. Oh nee, ik wou geen steen neerzetten. Ik wou hier een fakkel neerzetten. Kijk. Oh nee. Oké. Oh nee, hier loop ik ook vast. Kijk, ja. Hier gaan we door. Oké. Kijk, hier kunnen we nog verder naar beneden. Oh nee. Stop. Wow, dat scheelde weinig. Wow. Oké, hier helemaal vol fakkels zetten. Oké, zo gaat hij wel goed. Deze grot is echt goed, hè. Kijk hier. Hallo, lava. Oh, kijk dan. Hier is iets moois. Oh. Hallo. Oh, nee. Hier moet ik weg. Hier wil ik niet heen. Dit is veel te eng. Niet in de lava. Stop. Ik vond het veel te eng. Daar, dat geluid. Weg. Misschien had ze daar diamanten wel. Stop. Stop met branden. Ah, ik sta in de brand. Oké, niet meer. Gelukkig. Laten we nog wat meer blokken hakken. Ik denk dat het sneller is met deze... Oké, het gaat sneller met mijn hand, denk ik, dan een pickaxe. Maar we hebben nog net wat meer hout nodig. Het spijt me, oké, villager, dat ik je huis kapot moet maken hiervoor vandaag. Ik heb gewoon even niks anders qua materiaal, oké? Ik neem ook even een lampje van je mee. Wat kan ik nog meer meenemen? Deze oven kan ik ook wel meenemen. Dit is een supersnelle oven waar je supersnel ores in kan doen. Dan heb ik het niet over oren die aan je hoofd zitten. Ik heb het over ores zoals iron. En ik weet niet waarvoor we die kunnen gebruiken, want we zijn op zoek naar diamanten. Maar hey, je weet maar nooit. Oké, hoe ga ik hier ooit naar beneden komen? Ik zie daar water. Is het een goed idee om een bommetje te doen? Ik denk het niet. Ik heb ook geen armor. Daar gaan we dan. Bommetje! Oké, dat was hoger dan ik dacht. Ik heb een torch. Wat is dat? Een glowing squid? Oh, hij is dood. Er zijn er meer. Deze cave gaat zo diep naar beneden. Auw, ik wil hier niet op landen. Dat doet pijn. Oh nee. Oké, ik ben beneden. Meneer de glowing squid. Wat doe... Oh, wacht eens even. Nee. Ik wil hier niet zijn. Dit is de deep dark. Hier kunnen zomaar enge monsters spawnen als ik hier te dichtbij kom. Oké. Oh nee. Niet te veel bewegen, Alex. Kan ik deze blokken niet... Oké, ik kan dit beter even slopen, denk ik. Het is niet zo handig om hierbij te staan. Straks roep ik bijvoorbeeld nog de warden ineens op. Betekent dat ook dat de warden hier ergens in de buurt woont?
woont. Je weet maar nooit. We zijn aangekomen bij de diepsleetblokken. Oh nee, en dit gaat hier alleen maar meer door en door en door. Wat zijn dit ook voor blokken? Oh, het is gewoon een beetje gras. Waarom loopt dit zo erg door? Hallo, diamanten. Het ziet er niet echt uit alsof ik ze hier ga vinden ooit. Het loopt nog meer door naar beneden. Oh nee, dit zijn wel heel veel van die blokken. Waar gaat dit allemaal heen? Oh, oh, het gaat letterlijk naar een diamant. Dit is geweldig. Noob heeft sowieso deze diamant niet sneller gevonden dan ik. Ik heb als eerste een diamond. Dit ging zo snel. Het is er maar één. Meen je dit nou? Nee, 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 nee. Wees er alsjeblieft meer. Het is er echt maar één. Oh, nee. Oké, weet je. Één is meer dan niks. Waarom loopt dit nog zo diep door naar beneden? Oké, het is niet voor niks te diep, Dark Alex. En hoe dieper we gaan, hoe meer diamanten we kunnen vinden. We hebben er namelijk al eentje gevonden. Oh, wow, wow, wow. Oké, dit gaat wel... Oh, wow. Oké, dit is echt een hele grote cave. Oude... wat hoor ik? Oh, nee. Dat is zo'n warden oproepblok. Oké, we moeten kruipen. Blijven kruipen. Oh, nee, 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 nee. Stil, blokje. Stil blijven. Oké, snel. Weg hier. Ik dacht dat dat een diamant was. Maar, oh, nee. Blijf nou stil. Hoe kan je me nou horen? Oké, waar kan die diamant zijn? Het moet hier toch ergens kunnen liggen, zou je denken. Er zijn hier zoveel van die deep dark blokken. En ik vind het maar eng. Ik ga hier gewoon langzaam omheen proberen te bouwen. Om de lava heen. Kijk hoe een grote god hier is, jongens. Oeh, en hier is water, de pater. Daar moet ik eigenlijk niet heen. Ik zie je later. Oké. Oh, zo, ik ben helemaal verdwaald in de grotten, jongens. Waar moet ik nou heen? Oh, hier kan ik nog verder naar beneden. Boah, dat was wel een eng geluid. Oké, weet je wat we gaan doen? Volgens mij loopt het hier dood, jongens. Hier kan ik niet meer doorheen, nee. Oh, nee, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon naar beneden graven. Dat is wel handig. Daar ben ik super snel beneden. Even kijken, we zetten de fakkels hier in de hand. Fakkels hier in de hand, want die kan ik zo goed zetten. Oké, naar beneden, naar beneden. Auw! Oké, oh, misschien had ik meer fakkels mee moeten nemen. Want ik heb helemaal geen fakkels meer zo. Oh nee, hier is het weer eng. Oké, nee, hier ga ik niet heen, jongens. Er was een enge dingetjes zijn daar. Dat vind ik stom. Oh nee, ik heb geen fakkels meer. Oh nee, jongens, dan moet ik eigenlijk kool hebben. En hout, maar ik heb helemaal geen hout. Oh nee. Kijk eens wat ik gevonden heb. Een diamant. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ik heb gewonnen. Oké, maar hoe kom ik nou terug? Of is dit wel? Oh nee, dit is helemaal geen diamant. Nou ja, ik zeg gewoon dat het een diamant is. Zeg, kijk, deze is veel mooier dan een diamant. Dit is groen. Een blauwe diamant vind ik eigenlijk niet zo mooi. Zeg, dit is eigenlijk veel beter. Zal ik gewoon zeggen dat dit veel beter dan een diamant is? Maar jongens, ik ben verdwaald. Hier is veel te donker. Oh, maar ik heb hier wel kool nodig. Ik zie helemaal niks meer. Kool, geef mij kool, jongens. Zo, ik heb hout nodig. Oké, dit is in ieder geval wat kool, heb ik gelukkig. Zal ik gewoon doen alsof dit een diamant is? Even kool meenemen, want dat heb ik nodig voor de fakkels. Wow, wat heb ik allemaal? Ik zie helemaal niks meer, jongens. Ik ben verdwaald. Ik heb wel heel veel kool mee. Maar daarvoor heb ik nog hout nodig. Oké. Hoe kom ik nou terug hieruit, jongens? Ik weet het niet meer. Ik ben verdwaald. Oh, nee. Hier is licht. Oh, hier is helemaal geen licht. Oh, hier is wel licht. Oh, ja. Hier ben ik al geweest. Oké, hier. Fakkels. Oh, nee. Waar moet ik heen, jongens? Ik weet het niet meer. Deze kant op. Oh, nee. Nee, dit was de enge ding. Nee, dat wil ik niet. Die maakt allemaal eng geluid, net. Dat wil ik niet. Maar hier kan ik ook niet vandaan komen. Oh, nee, 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 nee. Ik ben echt verdwaald. Oh, nee. Oh, waar moet ik nou heen, jongens? Kijk, en hier loopt... Hier ben ik net ook al geweest. En hier is het ook al... Oh, nee. We zijn... Oh, nee. We waren natuurlijk helemaal van boven gekomen, denk ik. Maar waar kwamen we vandaan? Ik weet het niet meer. We gaan er gewoon hakken. Hakken en pakken. Misschien komen we wel diamanten tegen. Ik ga gewoon naar boven. Ik weet het niet meer, jongens. Of we gaan gewoon naar beneden. We gaan gewoon... Oh, nee. We hebben natuurlijk ook nog gewoon fakkels nodig. We hebben misschien bomen onder de grond. Help. Ik ga gewoon helemaal naar beneden. Nee, dit is... Waarom doet hij het niet? Ik wil helemaal dit niet gaan. Ik zie helemaal niks meer. Het is zo donker. Waar ben ik? Waar ben ik? Ik zie helemaal niks meer. Ik kan alleen maar hakken. Hakken en pakken. Hakken en pakken. Verder naar beneden. Verder naar beneden. Want de diamonds zitten natuurlijk gewoon helemaal beneden. Kijk, misschien kom ik er dadelijk toevallig eens. Kijk, ja, er was er één. Oh, nee. Wat was dat? Het was Lapsi de Loene Loene Bloelo. Oh, nee. Ik dacht dat ik diamond had gevonden. Oh, nee. Waar ben ik, jongens? Ik weet het niet meer. Ik ga gewoon helemaal naar beneden. Maar ik zie helemaal niks. Geef mij iets. Oh, nee. Waar ben ik? Ik zit vast. Dit is eng geluid, jongens. Ik vind het maar eng. Ik zie helemaal niks. Wow, hoe horen jullie dat? Ik moet fakkels hebben.
Waarom zit ik? Ik ben helemaal blind. Het is helemaal donker, jongens. Ik vind het maar. Ik ga weer naar boven. Ik vond het eng. Dadelijk komt er hier een monster. Rennen. Ik zie helemaal niks. Zien jullie iets? Nee, met de monsters. Ik ga gewoon door. Ik ga gewoon naar beneden gaan, want ik vind het veel te eng, jongens. Weg. Ja! Waar ben ik? Hallo, diamanten. Waar zijn alle diamanten gebleven? Ik zie ze helemaal niet. Oké, misschien is dit ook niet echt de plek om diamanten te vinden. Ik zie alleen maar redstone liggen. En een beetje goud. Wat kan ik met goud? Misschien dat er onder diamanten liggen. De meeste mensen in Minecraft zeggen ook wel vaak dat diamanten te vinden zijn rondom lava. Als ik hier omheen zou kunnen graven, dan zou je het toch wel kunnen vinden. Dit is sowieso iets wat Noob niet weet dat dit zo is. Oh nee. Oké, er is daar wel lava. Oké, misschien dat ik het hier... Oh, wacht. We zitten alweer bij Bedrock. Zitten we zo diep? Oké, dan moet ik iets hoger zijn. Waar kan ik dan namelijk het beste diamonds vinden? Oh, iron. Oké, dit nemen we maar gewoon mee. Het is er alleen maar eentje. Maar hey, dat is beter dan niks. Daar gaan we dan. Snel naar de overkant proberen te bouwen. Als ik hier achter weet te komen, kan ik hier misschien nog wat vinden. Oh, ik zie alleen maar goud aan het plafond hangen. Hangt er niks anders aan het plafond? Ik denk dat we gewoon een hele andere kant op moeten dan hierheen. Ik heb nog een paar stenen nodig. Oh, waar kunnen die diamanten zitten? Ik zie alleen maar... Wacht eens even. Oh, dit is... Nee! Oh, nee. Oké, je kan zeggen dit is goed. Je kan ook zeggen dit is fout. Ik zie daar een kist staan. Maar dit is een ancient city. Dit is een stad ondergronds. En dit is het koninkrijk van de Warden. Het zou dus ook zomaar zo kunnen zijn dat we hem hier tegen gaan komen. Ik moet er langzaam naar beneden. Ik moet blijven kruipen. Ik wil die Warden gewoon... Oh nee, niet tegenkomen. Waar was die kist gebleven? Ik zou toch zweren dat hier ergens een kist was? Ja! Hier is een kist! Oh nee, niet bewegen. Hier zit zo'n shockbox. Wat is dit? Oké, weg ermee. Wat zit er in deze kist? Nee! Geen diamond! Waarom is de noob weer dood? Er zitten skulkblokken in. Er zitten kaarsen in en een boek met channeling. Dit is nou echt niks wat ik nodig heb. Laten we dat gewoon lekker liggen. Ik moet blijven kruipen. Ik wil niet de Warden oproepen. Je kan zeggen dat het super dom is dat ik hier nu aan het lopen ben. Want dat is het ook eigenlijk. Besef ik me nu. Oké, dat is zo'n oproepblok. Oké, ik zie daar ook allemaal vuur. Lampje erbij. Oh nee. Oké, niet te veel bewegen, Alex. Ik heb geen zwaard. Ik heb geen armor. De Warden is bijna onverslaanbaar. Ik loop hier over een brug. Daar heb je een kist. Maar naast die kist staan twee blokken waaruit de Warden kan komen. Oké, ik moet daarheen. Oh, dan ben ik wel weer hier. Maar ik heb wel heel veel kool. Hey, schapie. Auw! Niet meer bijten. Niet meer bijten, schapie. We gaan hier... Oh, kijk. Wow, wat een mooie boom. Het is bijna zonde om hem weg te hakken. Maar dat gaan we wel doen, want ik heb het nodig voor de kool. En als ik deze heb, dan kan ik wel fakkels maken. En dan gaan we weer op zoek naar diamonds. Maar dat was heel gevaarlijk daar. Allemaal rare geluiden en stomme dingen daar. Oké. Dan gaan we hierin. Wow, kijk, hier is een supergrote grot. Dit is veel beter. Nee. Nee. Stop. Kom achter me aan. Nee. Help. Ik moet naar beneden. Kijk eens wat ik gevonden heb hier. Ja, hier staan nog zombies. Rennen. Hoe kom ik nou? Hier moet ik links. Hier moet ik rechts. Kijk, een diamond. Oh nee, dit is weer lapsje. Nee, iron. Oké. Kijk dan hoe goed ik dit gevonden heb, jongens. Wow. Oké, dit is heel goed. Kijk, hier allemaal diamonds, dacht ik. Ik moet verder naar beneden. Stop, monsters. Dit is mijn nieuwe ding. Oké. Kijk dan hoe mooi het hier is. Wow. Oké, hier zet ik nog meer fakkels neer. Fakkels. Ja, hallo, wie ben jij? Ik moet door. Ik moet een diamond zoeken. Kijk, hier is weer dat stomme ding waar al de gekke geluiden vandaan komen. Oké, we gaan gewoon hier doorheen. Oké. Ja, hier. Kijk, daar ligt iets. Ja, heb ik het gevonden, diamond? Oh nee, dat is geen diamond. Ja, ik heb wel goud.
Goud is ook handig. Dat kan ik wel hebben. Oh, auw. Ik moet eindelijk eten. Oh, hier is gewoon... Oh, hier is ook gewoon hout. Daar had ik ook fakkels van kunnen maken. Oh, nee. Ik heb niks te eten mee. Nee. Oh, dit vind ik wel eng hoor, jongens. Maar ik moet als eerste een diamant vinden. Want dan ga ik winnen. En als ik win van Alex, dan ben ik geen noob meer, hè? Dat kunnen we wel zeker afspreken. Waar is een diamond? Ik wil een diamond, jongens. Hier is een diamond. Hier moet er eentje zitten. Nee. Oh, nee. Ik dacht dat ik wel iets had kunnen vinden hier, hoor. Oh, nee. Weg. Weg. Oh, nee. Weg. Stoppen. Oh, nee. Nee, niet weer. Ik ben al 4 keer afgegaan, denk ik. Oké. Oh, hadden we maar gewoon een diamond daar. Welke grot? We zijn nou in deze berg geweest. En we zijn in die berg geweest. En welke nog meer? Oh, zou ik dan ook nog in die berg gaan? Daar, ja, daar. Kijk, hier is ook nog een grot. Oké, dit is de laatste keer dat ik probeer. Want als het nou gaat het zeker goed. Want ik moet wel winnen van Alex, toch? Auw. Oké. Kijk, hier zit een zombie. Oh, heel veel spinnen. Oké, maar we gaan er gewoon voorbij rennen. Dan kunnen ze me niet pakken. Oh nee, ja, die schiet natuurlijk. Oh nee, ik heb geen fakkels in mijn hand. Oh nee. Rennen. Help. Oké, niet doen. Die schieten. Ik ga hier verstopt zitten. Nee. Stop. Dit is zo dom. Dit is denk ik het domste wat ik ooit heb gedaan. Oh nee. Oké, niet bewegen. Oh nee. Waarom is het zo donker? Oké, wie heeft het licht uitgedaan? Hallo? Waarom doen we torch het niet? Hallo? Oké, gewoon blijf bouwen. Als ik hierboven blijf, kan mij niks gebeuren, toch? Gewoon hierboven blijven. Oh nee. Daar is die kist letterlijk. Oh nee, waarom is het weer donker? Wie doet het licht de hele tijd uit? Hallo? Oké, nee, niet schreeuwen, Alex. Ik zie daar letterlijk mijn torch, maar hij doet het bijna niet. Hoe ga ik daar ooit beneden komen? Als die twee blokken daar staan. Oh nee, daar staat er ook één. Oké, ik moet een bed. Oh nee, waarom hoor ik een warden? Ik vind het niet fijn, oké? Kan ik niet gewoon ergens bloemetjes plukken of zo? Kan ik niet ergens gewoon in de grond diamanten vinden, alsjeblieft? Ik zit op zo'n vervelende plek. Als ik hier weg probeer te komen, dan gaat dat ding geluid maken en dat ding. Ik zie daar ook allemaal kaarsen. Wie heeft daar zoveel kaarsen gezet? Oeh, daar staat ook weer zo'n warden oproepblok. Het is hier zo groot. Hoe ga ik dit doen? Ik heb weliswaar echt geen flauw idee hoe ik hier wegkom. Als ik hier naar beneden val, doet dat me dan pijn? Oh! Oké, niet bewegen. Ik denk niet dat ik via boven moet gaan. Ik denk dat ik hieronder moet crouchen. Ik begin ook honger te krijgen. Ik heb nog maar 1 appel. Dat is al het eten wat ik mee heb. Oké, ik ga gewoon langzaam dichterbij proberen te komen. Als dit mijn laatste dag op aarde is, klik dan alsjeblieft op het duimpje omhoog. Hier ergens moet die kist zijn. Maar waar? Ik zie hem niet meer. Stond hij nou om dit hoekje dan? Oh, eens even. Wat is dat? Een diamond! Dat is wat ik moet hebben. Ik moet daar zien te komen, maar ik moet blijven crouchen. Oké, ik ben er bijna. Ik zie de diamant al. Alsjeblieft, laat me naar de diamant. Oh nee. Oh nee, dat klinkt niet fijn. Oh nee. Wat hoor ik? Waarom hoor ik wat? Hallo? Is er iemand? Hallo? Wat hoor ik allemaal hierboven? Hierboven mij is letterlijk de diamant die ik moet hebben. Ik zie helemaal niks. Ik maak geen geluid. Het enige wat ik zie is mijn torch. Oh nee, wat hoor ik? De warden is er. Maar waar? Kan ik hier een lampje zetten? Alsjeblieft. Ik heb licht. Oké, ik kan wat zien. Oh nee. Ah! Oh nee! Nee! Hij is daar! Oké. Niks aan de hand, Alex. Niks aan de hand. Hij is hier niet. Oh, rust. Ah, hij is er wel! Oh nee! Hij is veel te sterk! Oh nee! Ik ben weer bij het huis van de noob. Ik ben dood gegaan. Er lag letterlijk een diamant vlak boven mijn hoofd. Ik heb hem niet weten te pakken, waardoor ik er nu nog maar 1 heb weten te kunnen krijgen. Ik had wel verwacht dat ik het zou winnen van de noob. Maar nu weet ik het niet meer zo zeker. Dan ga ik maar gewoon deze grot in. Ik zie er ook al een lampje staan. Wat is dit? Oh nee, een skeleton. Snel weg, rennen. En ook allemaal spinnen. Ik zie er meer... Oh nee. Oké, dit zijn heel veel monsters. Ik geef het op. Ik hoor jou. Noob, waar ben je? Ik zie je. Er zitten allemaal monsters. Noob, kom snel naar buiten. Er zijn hier veel monsters. Ja, dat weet ik. Ik was ook weggerend. Noob, kom snel. Ik ga niet halen. Jawel. Je kan het. Kom. Kom even, we zijn bijna bij je thuis. Oké, ik ben niet de enige die is dood gegaan tenminste. ik
Thijs. Ah, hallo. Noep, ik heb net iets zo ergs engs meegemaakt. Wat dan? Ik ook. Vertel jij maar eerst. Oké, ik was dus in een ondergronds kasteel. En toen kwam er een heel grote meneer. En die heeft me doodgemaakt. Oh nee. Was dat... Ja, ik hoorde ook daar, in deze Turkberg, hoorde ik allemaal dingen. Dan toen ben ik maar weggerend, hoor. Oh, ik denk dat het was, inderdaad. Maar waarom ben jij zo vaak doodgegaan? Eerst ben ik naar beneden gevallen. En toen ben ik in de lava gevallen. En toen ben ik nog een keer, gevallen. En een zombie had mij geslagen. Diamanten zoeken is niet echt jouw ding, hè? Maar ik heb wel deze gevonden, dus ik heb gewonnen. Hou eens even. Dit is geen diamant. Nee, dat dacht ik al. En deze dan? Die waren ook blauw. Dat is ook geen diamant. Dit is een diamant. Oh, heb jij een diamant gevonden? Ja, yep. Wel. Hey, geef eens terug. Oké, je hebt gewonnen. Dat was wel goed hoor. Maar ik vind het wel echt een hele moeilijke challenge. Yep, dit was inderdaad moeilijk. Klik op een van deze twee video's die hier naast me kan zien staan. Die moet je echt gezien hebben. En neem een kijkje op het kanaal van de Noob. Doei doei.